Heartbreaks and promises. I've had more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. Bouwer. Bouwer voor de klappaal als het meerval is. Die denkt gelijk even met zijn kwap hout aan de kwap. Oh, oh lekker op bouw. Ja. Dat wordt scheppen. Ik zag hem, nou hij valt wel mee. Maar ik zag hem. Ik... Ja, wel gehaakt. Hoe krijg je dat voor elkaar dan? Een meter vis, Bouw. Nee, dat denk ik niet. Help even klingen. Yes, thanks. Ja, hij zit helemaal erin. Ja, ik snap niet. Ja, ik ging erop staan. Dat vind ik niet spannend. Dus die vis moet scheppen. Ja, hij zit echt helemaal klem. Wordt denk ik een handlanding hier, jongens. Hoe kan dat? Kan dat? Hij zit in het oog helemaal. Kom maar, ik pak hem wel, Bouw. Ik weet niet of het bloed. Dit is wel lekker met zo'n hengeltje hoor. Kut hoor, dat, ik snap het, ja. 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 Dat is wel lekker hè. Dat voelt wel, allemaal wel gewoon druk. Het niet meer goed komen, dan doe ik ga druk erop. Het is geen meet, ik denk een goede 90er. Is hij al leeg? Hè? Is die ijs al leeg? Nee, moet lang ingedrukt houden.
Maar die, allebei die treffers zijn weg, niet? Zitten er twee in, inderdaad. Tang er even. Lekker snel. Ik kreeg gisteren in twee rondjes 4 max omhoog. Ja. Dat zijn we niet vergeten, begrijp ik. Nee. Op een gegeven moment ja. Oeh, bliksem. Wat heb je gedaan? Wat is het voor je? Op hiel weer? Nee, ik heb nu even wat anders erop. Tuurlijk niet. Oh. Zie je nou wel dat het verschil en even kijken wat je afgegooid hebt? Ja. Je komt dus op het kool, ligt gewoon vis op. Zal ik wel even bouwen? Nee, schep netje joh. Heb ik wat te doen. Hij ligt op Franken. Dankjewel. Dit moment even een pap over. Ja, wou er heel even plek voor je maken. Vis ook. Ja. Een mooie, die is 86. 86? Ja, nou, is wel groot. Hij is in het net. En onthaakt. Klingen jongen, die is goed bezig. Dat dan weer wel. Dat wij straks allemaal een Zweden kleur hebben. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Pruim met een beetje rode streep weer en weer. Kijk, volgen. Maats? Nee, klein. Ik geef een tik dan of zo. Ja, dat deed ik toch om twee keer. Ik heb het vergelijken met die vis van Bouwer. En bij mij zit het iets verder voor de vis, maar hij is die van Bouwer. Dus kost... Ja! Oh, los! Wat kan leren met een beuk weer, zeg. Ja? Ja. Ja, even. Ik hoop dat mijn staart er nog aan zit. Ja, eraf. Lusty of shitty. Ik denk wel dat hij hem helemaal in zijn bek had. Zo. Mooie beuk ook weer. Oh, die staart ziet eruit. Dat je echt op de bodem bouwt, of niet? Nee, maar ik laat hem wel zakken. Niet tot op de bodem, gewoon even een doek tik-tik omhoog. Tik-tik omhoog. Dit. Nee, harder omhoog. Ja, zoiets. En dan weer rustig laten zakken, maar dan weet ik niet hoeveel lood erop zit. 22. Oh, dat moet genoeg zijn. Je moet goed contact kunnen houden. Ja, dat zijn de momenten bij jou. Ja, het zakken, daar rost hij erop. Tenminste, bij mij wel. Ja, kijk, Bouw heeft weer een dikke 90 gevangen de camera. Had hij nou in zijn bek, Bouw? Zijn we nou? Ja, we zijn helemaal dubbel geslagen. Nee. Staart zat... We gaan nog eens even kijken, want ik denk niet dat hij haak heb gevoeld. Nee, we
En dan leg je een aal. Ja. Lekker wel. Dan gooi ik net twee keer op. Ja, hè. Even kijken hoor, wat we binnenhalen. Ik kan leren, deze vecht wel. Ja, dit is gewoon een mooi vis. Ga mij het net maar bouwen. Ja, dan kijken wat kan. Kan je rechtsom bouwen? Ik kan. Dat is wel een goede is dit. Ik hoop dat het rechtsom is. Hij is in ieder geval sterk. Ja, hij is wel een. Ja, ik denk net zoals net. Ik wil nog niet rechtsom bouwen. Nee, maar ja, hij staat achter, dus ik kan aan twee kanten op. Hij gaat nu weer rechts. Nou, dat geeft niet. Helemaal goed. Ook wel weer een mooie vis ook hoor. Ja. Zeker een mooie vis. Van dik 90 hoor. Nou, dat is gewoon een metervis. Okay. Maak je geen zorgen. Ik ben vals. Komt hij wel? Ja, ja, als hij komt, dan ben ik geraad. Ik ga niet lopen gieren in het water. Nee. Wat is sterk, zeg. Ja, hè? Echt. Ja, dan is dit wel een super hengeltje, hoor. Komt ie. Ja, niet, ga niet gokken, hoor. Ik moet wel zeker weten dat hij goed... Ziet hij net niet? Ja, middenboord. Mag ik een grafje uithalen? Nee. Op donderen, wauw. Ik ben lekker mijn bilnaadje aan het bruinen. Ik druppel gewoon in de bilnaad klingen hoor. Oeh, wat. Lekker, lekker, lekker. Lekker, baal. Lekker, lekker. Tik hem aan. Boom. Lekker, baal. Tik hem aan, man. Bedankt, man. Ik ben onderweg. Dit is een goeie. Dit is echt een goeie. Ja, nou, hij staat mooi omhoog. Hij staat actief. Ja, ja, dit is een goeie, 100%. Een forel, denk ik. Ja, het kan ook een goede forel zijn. Maar, dit is wel een goeie. Ja, ja, kom maar op met die knal. Boek, 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 boek. Ja. Ja, hij heeft weg. Ja. Ah, ik liet zakken en even pielen. Moet ik hem binnenhalen voor je wel? Mijn hoef je niet binnen te halen, denk ik. Alleen schepnet als je die wil pakken. Schepnet is ook wel. Ja, dames en heren. Kijk eens, daar zit de man. Daar zit de man, die is aan het trillen. Daar zit hij. Nou ja, kijk, daar is het wel. Het lag niet onder de boot in ieder geval. Nee. Ik moet hem helemaal laten zakken, maar hij valt dus niet meteen beneden ook. Nou, wel wijs. Ja. Ja, ik weet niet of het dat symbool. Of het dat symbool is. Nee, het is niet zo erg groot, maar het is gewoon een leuke vis. Ja, dat wordt lastig. Ik heb ervan dat je het symbool ziet en ik Ja. Ja, dat was echt een pak voor een symbool. Dit. Ja, of het die is, dat weet je natuurlijk niet, maar. Name on a flyer. Don't wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher.